Goedenavond. Esteban Ocon heeft de snelste tijd geklokt tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Sao Paulo. Mark Verstappen werd vijfde, maar goed eerlijk is eerlijk, snelle rondetijden die deden er vanmiddag eigenlijk niet meer toe. De coureurs waren vooral bezig om de banden aan de tand te voelen voor de sprintrace die later vandaag op het programma staat. Ja, het weer voor vanavond in Brazilië belooft wederom grijs en onvoorspelbaar te worden. Met ja, misschien wel kans op regen, onweer en bewolking, dus. Maar ja, dat leverde gisteren ook al wel wat spektakel op. En deze Charles Leclerc dan was vrijdagavond voor de zoveelste keer dit seizoen slachtoffer van een strategische blunder van Ferrari. Omdat hij als enige tijdens het begin van Q3 op de Intermediates naar buiten ging, terwijl de rest op de Softs ging, eindigde de Madagaskar als tiende. Na de weersomstandigheden werden daarna alleen maar slechter en slechter, waardoor tijden verbeteren en niet niet meer in zou zitten. Maar Olaf Mol die zou graag wat meer leiderschap bij de Monagas willen zien. Ja, bij het f 1 Race Café van Ziggo Sport zegt Mol dat Leclerc wat meer van zich moet laten horen dan dat hij momenteel doet. Hij slaat niet genoeg met zijn vuist op tafel. Je blijft dingen over de boordradio horen. Sainz die roept, dit is wat ik wil. En bij Leclerc hangt er een zweem van twijfel om hem heen, waardoor hij een bepaalde onzekerheid uitstraalt. Maar goed, volgens Olaf Mol is Leclerc wel een van de weinige koers die Verstappen het echt moeilijk kan maken als alles goed gaat. Hij is misschien in dezelfde auto wel de enige die verstappen het leven zuur kan maken, los van Lewis Hamilton. Dit soort dingen helpen dan niet. Hij laat het zich namelijk wel gewoon gebeuren. Hij moet gewoon een keer zeggen flikker op met dat gezeik of hij moet een nieuwe ingenieur vragen, al dus Olaf Mol. Ja, het team van Ferrari maakte dus tijdens de kwalificatie in Sao Paulo een aantal uh, opvallende keuzes rondom de strategie. En sportief directeur Laurent McKies die verklaart waar het misging. Het was een moeilijke kwalificatie. Het was erg intens voor alle teams. Het was een soort kwalificatie waarbij je veel beslissingen moet nemen. Sommige keuzes die werkten dan wel en sommige werken dan minder goed. Nou, al met al was het een beetje frustrerend omdat we beide auto's in Q3 kregen waarna we voor een moeilijke keuze stonden. Aan de ene kant was de baan nog steeds droog en aan de andere kant waren we in afwachting van hele zware regen. Afhankelijk van wanneer de regen valt, dan heb je één gelukkig man en één ongelukkige man. Ja, dat is precies wat er gebeurde. Ja, de regen kwam waarschijnlijk een minuut te laat voor Charles, maar waarschijnlijk de juiste timing voor Carlos. Het is zoals het is, P5 en P10. Ja, het is het begin van een lang weekend, dus we zullen terugvechten om betere plaatsen te bemachtigen. Ja, de sportief directeur die benadrukt wel dat het team na de kwalificatie met beide coureurs heeft gesproken om de gemaakte beslissingen te bespreken. Hij laat dan ook wel weten dat op dagen als deze ja, je toch best wel veel kan leren van dit soort beslissingen over welke goed zijn en welke minder goed. Maar dat ze deze data in ieder geval gaan gebruiken om de volgende stap te kunnen zetten. En volgens Omar Zafnauer zijn Alpine en McLaren eruit en is het contract van Oscar Piastri bij Alpine nu echt verleden tijd. Dit geeft Piastri de kans om tijdens de testdagen in Abu Dhabi in actie te komen namens McLaren. Tegenover motorsport.com zegt Omar Zafnauer, de teammaats van Alpine, dat er een deal is tussen Alpine en McLaren om nu al definitief afscheid te nemen van Piastri. De situatie is daarmee dus ook afgehandeld. En nog meer transfernieuws, want Enzo Fittipaldi is de nieuwste aanwinst van de Rebel-familie. De 21-jarige kleinzoon van Emerson Fittipaldi laat via social media weten dat hij ontzettend blij is met deze kans. Ja, was hem dan. Morgen in de ochtend zijn we weer met een gloednieuwe Goedemorgen GP-fans liveshow... ...met onder andere Formule 1 Aston Martin reservecoureur Stoffel van Doorne ...en Red Bull F1 simulator en development driver Rudy van Buren. Dus ja, dat wil je uiteraard niet missen. Allebei hebben ze een prachtig verhaal te vertellen. Wil je dat niet missen? Nou, vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik je morgenochtend dus om 10 uur op dit kanaal. Hoi!